Zoals jullie misschien al weten, werk ik in de weekends en in de vakanties op de luchthaven. In de vakanties zit ik in de lounges, waar de businesspassagiers mogen komen relaxen voor ze de vlucht nemen. En in de weekends werk ik bij de dienst die eigenlijk mensen in rolstoelen vervoert over de gehele luchthaven. Natuurlijk gebeurt er op de luchthaven altijd wel iets. Er is gewoon nooit een dag dat ik mij verveel en ik kom altijd wel thuis met verhalen. Er wordt al wel eens gezegd dat passagiers samen met hun koffer ook hun hersens mee inleveren. En dat ze dan gewoon helemaal niet meer nadenken over wat ze doen en wat ze zeggen. En daar gaat juist deze video vandaag om. Vandaag heb ik voor jullie mijn 5 top quotes van passagiers die grappige of misschien een tikkeltje domme dingen tegen mij gezegd hebben. Natuurlijk wil ik hier niemand mee beledigen en besef ik ook dat voor heel veel mensen de luchthaven en reizen een heel stresserende situatie is. En dat ze daarom misschien stomme dingen zeggen die ze eigenlijk zo niet bedoelen. Maar toch blijven ze wel grappig om door te vertellen. Zoals ik dus al zei, werk ik in de weekends op de dienst die rolstoelen regelt voor mensen. En het kan wel al eens gebeuren dat zo'n persoon die ik voort moet duwen aan de iets dikkere kant is. Natuurlijk, ik ben maar een meisje van 1,65 meter en als ik dan bergop moet rijden met de rolstoel, gaat dat al eens iets trager. De persoon in kwestie had zijn eigen rolstoel bij, waarvan de banden net iets platter stonden dan gemiddeld. En ik moest hem uit de gate de berg opduwen, want op de luchthaven zeg maar, is de gate lager als het luchthavenplatform, dus moet je altijd een stukje omhoog. En moest ik deze iets grote passagier naar boven duwen. Met platte banden en het feit dat hij iets dikker is, ging dat eigenlijk al een beetje trager. Dus ik denk dat hij zich toch al stiekem een beetje zorgen maakte dat hij mij terug naar achter ging duwen of dat ik hem niet kon tegenhouden. Gelukkig heb ik wel spieren en de gewoonte van mensen best wel omhoog te kunnen duwen. Maar dat gaat gewoon iets trager als bij een lichter persoon. Dat is logisch. Hij vroeg dan natuurlijk heel subtiel, gaat het voor je? Gaat het voor je? Ik zeg, ja, ik ben het wel gewend. Waarop dat hij dan reageerde van, oh, ja, dat is goed voor je conditie. Natuurlijk, ja, zo'n dingen zijn altijd goed voor mijn conditie. In de lounges moeten passagiers zich bij ons aanmelden, zodat wij hun kunnen inschrijven. En ik denk, 2 jaar geleden kwamen er 2 meisjes aan mijn balie die zich voorstelden met, hi, we're passengers. Natuurlijk had ik nooit verwacht dat er passagiers voor mijn neus zouden staan op de luchthaven. De derde quote is er eigenlijk één van afgelopen week, dus hij zit nog vers in het geheugen. In de lounge hebben wij wifi-codes die uniek zijn, dus per apparaat heb je 1 code nodig. Er stond dus een passagier aan mijn balie en die keek heel verward naar de wifi-codes. En die zei, zijn deze voor de wifi? Waarop ik antwoord, ja natuurlijk. Hij snapte het niet zo goed en hij vroeg, hoe werkt dit dan? Dus waarop ik dan eigenlijk altijd uitleg, de codes zijn uniek, dus als u een gsm heeft en een laptop, dan moet u 2 codes pakken. Waarop hij vroeg, wat als ik enkel een gsm heb? Wel, dan moet u er maar 1 pakken, meneer. Waarop hij heel verbaasd keek naar de codes en vroeg, welke dan? In de lounge komen mensen mij ook regelmatig vragen om dingen na te checken. Hun stoel of hun koffers of natuurlijk een maaltijd die ze besteld hebben. Sommige mensen bestellen een Joodse maaltijd en deze persoon in kwestie had een vegetarische maaltijd gevraagd. De man die het kwam vragen sprak Engels en wilde eigenlijk uitdrukken dat hij vegetarisch was en dat hij een vegetarische maaltijd had besteld. En of ik even kon checken of die maaltijd aan boord was en dat het allemaal goed zou gaan. En hij vroeg dat zo. Hi, I'm a vegetable. Probeer u dan maar eens serieus te houden. De laatste quote die ik voor jullie bewaard heb, vind ik persoonlijk de beste. En dat is eigenlijk ook iets dat wel regelmatig voorkomt op de luchthaven. Het is ook degene met de meest zwarte humor. En het kwam eigenlijk door een miscommunicatie van de passagier naar mij toe en mij naar de passagier toe, om het zo maar te zeggen. We begrepen elkaar niet helemaal. Ze kwam dus aan mijn balie om te vragen of ik kon kijken of haar man ook aan boord is. Wel, dat is niks geks. Mensen vragen constant of ze samen zitten, of de boeking wel goed gemaakt is. Want mensen maken zich echt vaak zorgen dat ze vergeten worden, dat er iets mis is gegaan. Reizen kan echt wel iets heel stresserends zijn voor passagiers. Met de achternaam die op haar boardingcard stond, begon ik te zoeken in het systeem of haar man ook aan boord zat en waar hij dan precies zat. Maar ik kon gewoon echt niks vinden. Een aantal vragen gesteld waar ze echt gewoon heel normaal op antwoordde. Maar ik kon hem nog steeds niet vinden. Dus uiteindelijk heb ik gezegd dat ik de man niet kon vinden en dat ik eigenlijk ook niet zo heel goed snapte wat ze bedoelde met
om te zien of mijn man aan boord is. Pas na ik zei dat ik niet snapte wat ze bedoelde, zag ik eigenlijk een heel geschrokken gezicht. Dat ze eigenlijk doorhad dat ze iets heel belangrijks aan mij vergeten was. Het ging dus eigenlijk letterlijk om de kist met het lichaam van haar man erin. En ze wilde graag weten of deze in het cargo-gedeelte van het vliegtuig zat. Kom daar maar eens achter als iemand vraagt, is je man aan boord? Zo, dit waren mijn 5 quotes van op de luchthaven. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik geniet er nog steeds elke dag van dat ik daar werk. Ik maak gewoon elke dag iets mee. Ik ontmoet heel leuke mensen. En soms krijg je dan wel eens situaties zoals deze. Laat me zeker bij de comments weten of jullie al eens iets grappigs hebben meegemaakt tijdens het reizen. Dat zou ik heel leuk vinden om te zien. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie binnen 2 weken, waarbij ik mijn top tips van Antwerpen laat zien.